Over zo'n 3 uur weten we wie de tegenstander wordt van de Oranje Leeuwinnen in de halve finale. Engeland of toch misschien Frankrijk? Maar eerst is het tijd voor dag 16 van EK Daily. Met 6 augustus zijn we er elke avond om je helemaal bij te praten over het EK vrouwenvoetbal in Nederland. En dat doe ik vanavond met de volgende 3 gasten. Leonne Stentler, Angela Verdoes en Michiel de Hoog. Michiel, om bij jou te beginnen. Jackie Groene. Ik denk dat heel veel mensen heel blij zijn geworden van jouw verhaal over haar. Wat ik heel bijzonder vond, voor het toernooi begon, schreef jou op de beste speler van de Nederlandse vrouwen. Nou ja, dat... Toch? Ik zal eerlijk zeggen, dat maakte mijn eindredacteur ervan. Oh. Maar, ben je nu wel heel blij mee? Ik had, ik was alleen, dat is een beetje journalistengezemel, maar het verhaal was niet af voordat ik met vakantie ging en voordat het toernooi begon. Het was nog leuker geweest als het echt de dag voor het begin, want toen speelden ze tegen Noorwegen. Ja. Ook wel echt heel erg goed. Maar, Was eigenlijk de doorbraak van Jackie Groene voor het grote publiek, toch, Leonne? Ja, inderdaad, voor het grote publiek. Ik denk een paar oefenwedstrijden eerder al tegen IJsland heeft het ook wel echt goed laten zien. Maar nu heeft natuurlijk iedereen kunnen zien hoe goed ze eigenlijk is. Ja, Angela, baal je dan als je zo iemand ziet dat je denkt, die had ik ook wel eigenlijk in mijn stal willen hebben? Nee, ik ben echt aan het genieten. Dus natuurlijk zou ik met haar samen willen werken. Ja. Maar dat is logisch, want het is gewoon een gigantisch talent. Dus ze is nog maar 22, hè? Ja, ongelooflijk. Dus zij gaat gewoon uitgroeien naar een nog betere speelster. En ik denk trouwens het hele team, want iedereen is aan het groeien in dit toernooi. Ja. Dit is genieten. Altijd die drang naar voren. Ja, jij bent, je kijkt natuurlijk, je hebt een paar speelsters in de ploeg zitten van de Oranje Leeuwinnen die je begeleidt. De belangrijkste of misschien wel de meest bekende, Manny van den Berg. Captain, nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar hoe kijk jij naar dit toernooi? Kijk je dat puur werktechnisch of zijn er ook momenten dat je echt kan genieten? Nee, ik kijk echt. Nou, ik ben zelf ook speelster geweest, dus ik kijk echt voetbal. Dus ik ga echt kijken van, oké, hoe staat de tegenstander? Waar liggen de zwakke plekken? En hoe? Tuurlijk leef je extra mee met de speelster waarmee je samenwerkt, want dan heb je echt wel, jeetje, dat is een soort van familie geworden, hè? Manny ken ik dan al heel lang. Ja. Maar ook de andere speelsters. Dus ja, je leeft het intens mee, ook samen met de ouders. Dus dat is wel een stuk extra. Is dat een groot verschil, denk je, met hoe de mannen dat doen? De mannelijke zakenwaarnemers? Ik weet het niet. Nee? Wat denk jij, Michiel? Als je de verhalen hoort, bijvoorbeeld van Angela of Leonie Blokhuis... Wat dat het veel meer familie wordt. Oh, zo, ja, het is veel closer. Ik denk intenser. Misschien is het een iets kleinere wereld dan het mannenvoetbal. Meer voetballers, meer geld en misschien zakelijker daardoor. Ik weet het niet. Op die bepaalde manier. Ik denk dat sommigen ook echt wel een goede band hebben met hun spelers. Dat denk ik echt wel. Ik denk dat het aan de makelaar ligt, hoor. Want er zijn veel makelaars echt puur commercieel en zakelijk. Maar er zijn makelaars die echt wel familiair zijn met hun spelers. Ja. Zeker weten. Ja, dat denk ik ook. Wie was jouw zaakwaarnemer? Leonie Blokhuis. Ja? Ja. Hoe lang? 2 jaar. Okay. Was dat de enige optie op dat moment? Of? Ja, zeker. Ja, als je iemand wilde hebben, moet je al naar Leonie. Nee, voor mij was dat de enige optie. Ik was en geblesseerd en zij begon toen net. Okay. En ik weet dat er een aantal topspelers zoals Manon, Lieke, die hadden natuurlijk wel een zaakwaarnemer. Maar dat was niet heel erg openbaar. Van, ik zoek spelers. Maar Leonie, die begon toen net en die was echt haar stal aan het vullen. En ik mocht daar ook bij. Okay. Naast Leonie en jezelf, zijn er nog meer vrouwelijke zaakwaarnemers uit Nederland? Ik denk dat wij wel de enige zijn. Zijn er nu dus 3? Ja, zijn er 3. Ah, mooie ontwikkeling. Ook voor het vrouwenvoetbal zelf. Dat er ook vrouwelijke zaakwaarnemers zijn. Eigenlijk was er 1 gegeven vooraf aan dit toernooi. Duitsland, minimaal finale. Grootste titelkandidaat. Nou, vandaag kan er een streep door. Ja, bizar, hè? Ongelooflijk.
Het is niet uitgekomen. Nee, en dat over 2 dagen die wedstrijd verspreid. Dat was natuurlijk op zich al heel opmerkelijk gisteravond. Wij zaten er helemaal klaar voor. En toen begon het hier al redelijk te regenen voor de kijkers thuis. Wij zitten in Amsterdam. En toen kregen we deze beelden binnen vanuit Rotterdam. Ja, dan gaat, ik hoorde toch wel het verhalen. Hadden ze nog maar kunstgras? Ja, op zo'n moment natuurlijk wel, maar... Toch? Ja. Ja, bizar. Dit heb ik zelden gezien, Michiel. Bizar. Ja, ik zat daar gisteren ook nog. Ik wist niet eens dat ze kunstgras eraf hadden gehaald. Dat zegt ook... Verplicht van UEFA. Ja, nee, ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, dan hadden ze die shit waarschijnlijk niet gehad. Nee. Nee. Dat, Maar dus, een middagwedstrijd, een lunchwedstrijd op het EK. Ook leuk. Heerlijk. En toen dacht ik, na 3 minuten, ja, oké, appeltje eitje. Hè. Gigantische blunder weer van een keepster. He? Ik weet niet wat ze precies wilden doen, maar toen dacht ik 1-0. Duitsland achterover, hoeven niet meer. Ja. Maar ik weet niet wat er in de rust is gebeurd voorbij in zowel de Duitse kleedkamer als de Deense kleedkamer. Die Denen zijn wel goed in de tweede helft spelen, hè? Ongelooflijk. Ze kwamen er echt heel sterk uit. Maar zoveel power en zoveel energie die er tegenaan werd gegooid. En eigenlijk 2 identieke doelpunten bij de Denen, Angela. Ja, ik heb echt zitten genieten hoor van de wedstrijd. Want het ging echt over en weer. En aan beide kanten hele leuke aanvallen. En dan is Denemarken toch Duitsland te slim af met de goaltjes. Nou stond ze wel heel erg vrij. Ja, dus absoluut. De restverdediging was absoluut niet goed geregeld. Ze kon gewoon vrij inkoppen. Maar ze doet het wel. Ja, wat ik dan ook fijn vind, dat zie je eigenlijk... misschien hoe verder op je in het toernooi komt, hoe mooier de doelpunten worden. Als we kijken naar de 2-0 van Nederland tegen Zweden. Een fantastisch goal. Maar ook deze 2 goals van Denemarken. Prima aanval over de rechterkant. Goede voorzet. En dan staat ze misschien vrij. Maar ze worden beide keren uitstekend binnengekoppeld. Zo. Ja, nee, perfect. Ik vond het echt prachtig. Ja. Trouwens, ze liep ook prima vrij trouwens. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Wel angstgekener voor Duitsland. Voor de 2e keer dat ze van Denemarken verliezen... op een eindronde. Ze hebben er 3 keer verloren, zeg maar, op een eindronde. En 2 keer van Denemarken. Ja, 2 keer. Nee, Denemarken. Laatste keer was het 93. Ja. Met scheidsrechter. Dick Jol. Kwam de redactie vandaag achter. Geen idee wat Dick Jol op dat moment in Italië deed, maar op het EK. Maar hij was destijds de scheidsrechter. Oké dan. Was, hè? Ja. Wat wel opvallend, wij waren de uitlooptraining van Oranje winnen. Toen ging er heel veel gejuich onder supporters en zo. Maar toen dachten wij eigenlijk, dat maakt voor de Nederlandse Leeuwinnen op dit moment nog helemaal niks uit. Ja, is toch een dat beetje, Duitsland eruit gaat. Oh, gejuich vanwege dat Duitsland eruit ging. Ik denk dat toch nog steeds, dat Deutsche, alles is voorbij. Hè? Dat toch nog leeft. 88, dat is nog niet verdwenen. Nee? Niet verdwenen. Jezus, dat is toch al lang overdacht. Ja, ik denk dat Duitsland is tot nu toe nog niet goed geweest. Maar we weten wel allemaal, Duitsland groeit in het toernooi. Dus als ze door zouden gaan, ja, dan wil je ze toch liever niet tegenkomen. Dus wat dat betreft begrijp ik wel. Dat het nog steeds een beetje voelt alsof ze toch wel gaan winnen waarschijnlijk. Ja, als ze er dan uitleggen in ieder geval niet Duitsland. Ja, ik heb ze niet zien groeien hoor, dit toernooi. Nee, maar dat is normaal, is dat wel een beetje het geval. Het is een toernooiploeg. Ja. Maar wij hebben het eigenlijk geconcludeerd. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Is het is zo'n mooi cliché in Duitsland. Turniermannschaft, dat vinden ze zelf ook. Ja. Maar dat is toch wel apart dat een land dat altijd weet op te brengen? Ja, ze hebben gewoon verschrikkelijk goede voetballers. Ja, tuurlijk. Maar bij de mannen en bij de vrouwen. Ze spelen niet altijd goed en dan weten ze er toch in te groeien. DNA? Iets in de DNA? Nee, dat denk ik niet. Ik denk gewoon dat het hele goede voetballers zijn. Dat is ook wel zo. Maar, en vandaag waren ze trouwens ook niet slecht. Alleen genoeg kansen gehad, hoor. Maar je moet wel leren winnen. En dat hebben Duitsers wel... Op een of andere manier krijgen ze dat mee. Ook in de jeugdteams. Je moet dat kunnen. En ik denk dat zij dat kunnen. Alleen dat dit team te nieuw is geweest... en nog niet helemaal lekker op elkaar gespeeld is. En dat zij over 2 jaar in het WK, op het WK wel... En de coach iets misschien iets te veel... risico wil ik niet zeggen, maar wel... een beetje de houding van... maakt eigenlijk niet uit wie bij ons speelt. We hebben zulke goede spelers. Hè? Iedereen kan spelen bij ons. Ja, dat is bij de Oranje Leeuwinnen anders natuurlijk. Vind je? Ja, ik vind dat daar wel 12, 13 speelsters er wel bovenuit steken. En dat je dan uiteindelijk, daarna wie erbij komt, die kunnen wel spelen. Maar dat is wel een ander niveau. Ja, maar ik denk dat het niveau wel klein is, hoor. Ik zie echt ook een hele goede bank. Ja. Verschillende opties die de technische staf kunnen neerzetten. Dus mocht er iets gebeuren, kan er echt overal wel een oplossing van niveau neergezet worden. Hoe zie jij dat? Bij de Oranje Leeuwinnen? Niet op elke positie zo, maar ik denk kijk, als er 1 of 2 zijn die wegvallen, dan kun je dat opvangen, zeker wel. Ja. Maar het moet er niet meer worden. Nee, maar het is niet zoals wat de Duitse coach zei, dat ze eigenlijk alle 23 gelijkwaardig waren.
Zou ik niet durven zeggen. Nee. Angela, er komt een vraag binnen. Als we nu de wedstrijd Oostenrijk-Spanje, waar het overigens 0-0 staat in de verlenging, concluderen dat Denemarken al in de finale staat? Als we dan kijken naar het niveau van de wedstrijd Oostenrijk-Spanje? Ik vind dat altijd lastig te zeggen. Want ik had eigenlijk hoge verwachting van Spanje. En ik heb het ze nog niet zien doen. En misschien dat het toch wel eruit komt, gaat komen. Ik weet het nog niet, hè, want we weten nog niet. Zijn ze al door? Ik bedoel, inderdaad. Ze zijn al bezig. Ja, het zou zomaar Oostenrijk kunnen worden. En dan moet Denemarken daar wel van winnen. Wat denk jij, Michiel? Nou, geen idee. Maar ik heb Oostenrijk ook maar één wedstrijd van gezien tegen Nederland. In de oefenwedstrijd. Ja. Ik weet niet, dan zou ik zeggen Denemarken. Ik vond het echt wel sterk, ook tegen Nederland. Tegen Nederland vond ik ze ook heel sterk, absoluut. Zeker, maar vandaag nog meer. En goede ploeg. Maar goed, hangt er net van een soort wedstrijd af. Tegen Spanje speelt iedereen anders, omdat zij natuurlijk een heel aparte manier van spelen hebben. Dus je weet niet precies hoe dat daar weer op reageert. Nee, inderdaad. Bij EK Daily zijn we dolblij met jullie reacties. Want eerder kregen we een oproepje of Lars van Velsen mee mocht doen met High Kicks. En gisteren, jawel, kwam een oproep voor onze eigen Sanne van Dongen. Hey, ik heb miljoenen berichtjes gekregen. Allemaal leuke mensen in High Kicks, maar wanneer komt Sanne? Nou, nu is het moment. Ja. Dus je hebt heel veel mensen achter je. Chill, dat voelt fijn. Voelt het fijn? Ja, dat voelt heel. Ik voel mezelf zeker. Waar ben je blij mee? Ik ben blij met top 3 was iets in de 80, toch? 81 staat Jeremy Snow. Oké, dan ben ik blij met 82. Doe alsof je Social met Sanne presenteert. Vandaag bij Social met Sanne. Een prachtige foto van Raoul in zijn blote bas. Wat vinden jullie van Raoul's blote bas? Ik vind Raoul wel knap in zijn blote bas. Maar ik moet ook nadenken over wat er op voetbalgebied gebeurde. En ik heb dit hele grappige filmplaat van... Oh, kut! 28. Dat is nog niet, dat is iets van plekje 6. Dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet. Oh ja, ik moet ook presenteren. Vandaag is Social met Sanne. De Zweedse dames hebben een tafeltennis toernooi gespeeld. De afgelopen dagen op EK. En dat namen ze nogal serieus, want er was helemaal een pool. Kut! 32 namelijk. 32? Dat is echt niet slecht hoor, Sanne. Vijfde lijn. Ik denk dat je nu plekje 5. Nou, dat is best oké. Nee, maar ik moet dus die 80 Maar ik halen. Wil dat je die 80 haalt. Wat ga je eraan doen? Laatste poging. Je moet nu alles geven. Ik ga gewoon iets minder praten. En vandaag een social met Sanne. Oh, ja, zie ik wat zeg. Even in mijn koffers comfortzone komen. Want... Zo. Het gaat niet echt heel geweldig, maar zoals je ziet met social met Sanne, moet je ook gewoon, wanneer het bijna fout gaat, beter herstellen. Maar wat is het over die Zweedse meiden? Die hebben dus... Dit is wel heel veel rechts, hè? Want ook af en toe links. Want anders ben ik weer niet. Maar het gaat wel goed. Social met Sanne. Oh ja, social met Sanne. Oh. Jezus man, ik word zenuwachtig. Oh, een bordsklas ook nog bij. Links, rechts, nog meer. Oh, jezus, het gaat maar door. Ik zie het hele veld ongeveer. Maar, kijk, okay, ik ben op onderdag. Ja, oké. Okay. Oké, ik stop gewoon met praten. Oh, leuk! Oh, kut. Hoeveel hoop je? Ja, 83. 83? Ja. Zat je ver boven? Ja. 100? Ja? En 5. Yes, oh mijn god, top 3. Sanne van Dongen, 103. Lekker toch? Ja, had je het verwacht? Ja, ik weet wel dat ze kan hoog houden. Ja? En praten. Dat is een goede kop. Ja, dat laatste wist ik wel. Ik wist niet dat ze goed kon hoog houden. Ja, nog steeds de 2 hockeyers stijf bovenaan. Mirko Pruijzer en Billy Bakker. Sanne van Dongen komt gewoon binnen op het podium. Ga je er vanaf stoten, denk je? Doe ik mee dan? Bij deze? Het ligt eraan of ik met een hockeystick iets moet doen. Nee, gewoon een handicap. Maar was je een beetje goed in hoog houden? Ja, vroeger toen klein was wel. Huh? Ja. Angela? Hoog houden? Ja, gedaan hè. Maar kom je hierbij in de buurt? Nou, met handicap? Dat wordt pittig. Waar moet jij het van hebben als speelster? Snelheid. Snelheid? Ja, dat, ja. Ik was rechtsbuiten, ja. Ja. Oké, okay, Michiel, jij? Werklust. Werklust? Ja. Dus we moeten je hier niet voor uitnodigen? Nee, zullen we maar gewoon niks zeggen. Okay. Over werklust gesproken, een beetje gezamenlijke antwoorden van het team van Oranje. Werklust, strijd. Vind je dat ook, als je die wedstrijden bekijkt? Dat het er van afspat? Ja, absoluut. Ja. Ja, maar dat is ook het minimum, toch? Ik bedoel,
Ja, maar het begint met werkloos en strijd, lijkt me. Ja, maar ik bedoel, we moeten niet vaak de vergelijking maken met de mannen. Maar als we bij de Nederlandse mannen kijken, dan zijn dat niet vaak woorden die worden omschreven als Nederlands elftal. Nee. Ja, goed, maar daar is meer een gebrek aan competentie op dit moment het probleem. En niet zozeer werkloos. Dat doen ze vast ook wel. Nee, maar omdat je zegt, het is een eerste eigenlijk waar een team mee moet beginnen. Ja, nee, ja, goed. Nederlands voetbal heeft zich toch altijd geprofileerd als, nou, we zijn tactisch en technisch briljant. Of in ieder geval veel beter dan het gemiddelde. En de Duitsers zijn dan zogenaamd altijd werkloos, de Duitse deugden, zoals dat dan heet. Het zijn allemaal verhaaltjes. Ik bedoel, ze kunnen allemaal echt goed voetballen. Iedereen doet heel hard zijn best, maar ik vind niet dat je daarop moet voorstaan. Het is natuurlijk goed om het te benoemen, maar het is echt een minimum. Dus ja. Maar als ik kijk naar dit Oranje, ik vergelijk bijvoorbeeld met de laatste eindronde, WK 2015, wel een wereld van verschil. Ja, ik denk dat ze gewoon hoe het team opereert. En ja, ze zijn volwassener, slimmer, ze zijn ervarener, dat zie je gewoon in het spel. Dus ik weet niet of dat met werklust te maken heeft, maar je ziet wel dat het gewoon slimmigheidjes zijn en dat we een aantal echt wel key players hebben nu, zoals Shaki, die een bal kan vasthouden, waardoor de rest kan aansluiten, waar we voorheen wel best wel haastig waren en niet lekker konden voetballen. Nee. Hebben we daar gewoon hele sterke spelers staan. Waar denk jij dat aan ligt, Angela? Ik denk dat dat aan de ontwikkeling ligt van vele speelsters die zich verder hebben ontwikkeld in het buitenland. Daar is een veel sterkere competitie. En daar kan je gewoon zien dat in 2 jaar tijd wat dat dus met speelsters kan gaan doen. Chinese van Zand is natuurlijk naar Liverpool gegaan. Ja. Nou, die is nu daar 2 jaar aan het spelen geweest. Dat is maar 1 voorbeeldje van de vele. Want ik geloof dat er nog maar 2 in de basis staan die in Nederland spelen. Kika en Desiree. En de rest speelt allemaal in het buitenland. En ik zie daar wel in dat daar echt stappen zijn gemaakt in vergelijking met het WK. Ja. Ja. Ja, een van die speelsters, Kika van Hesse, speelt dus nog wel in eigen land. Ja, en is een van de uitblinkers dit toernooi. En wij vroegen aan haar hoe zij het toernooi beleeft. Ik moet zeggen dat ik toen naar die kwartfinale ging wel een beetje moeite had om het te beseffen. En vandaar ook echt dat ik dacht, oh shit, het gaat echt gebeuren. En nu ook gewoon 2-0 winnen en echt naar die halve finale gaan denken, wow. Wat daar op ons af gaat komen, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben 30.000 man in het stadion, dus ik ben benieuwd. De 1-0, er gebeurde iets volgens mij. Lieke scoorde en toen dacht jij, ik doe gewoon lekker een bodycheck. Ja, die moest ik vandaag natuurlijk veel geven. Dus ik dacht, ja, laat ik dat bij Lieke ook maar doen. En toen ging we neer, dus dat was wel grappig. Dus eigenlijk de standaardvraag, wie heb je liever? Ja, we hebben met allebei nog een appeltje te schillen volgens mij. Allebei de laatste keer dat we tegen elkaar gespeeld hebben verloren. Wel beide goede wedstrijden op de mat gezet. Ik denk dat we nu verder zijn, dus volgens mij niet uit of Frankrijk of Engeland treffen. Ja, jij fronste even de wenkbrauw, Michiel. Heb je gezien wat er gebeurt na de 1-0? Ik heb het gemist. Lieke Martens die zei bank, bank. En toen kwam opeens Kika van Nes, die sprong ervoor. En die kegelde zo Lieke Martens ondersteboven. Maar Danielle van der Donk gaf aan dat zij het hiervoor al een keer heeft gedaan bij Kika in de voorgaande wedstrijd. Dus eigenlijk zo, je geeft het nu door. Dus de volgende keer moet Lieke iemand ondersteboven. Kijk, dat is een goed toernooiverhaal, vind ik. Dus, het was een aardige bodycheck. Wat ze zegt, dat maakt eigenlijk niet uit wie ze nu treffen in de volgende ronde. Als jij nu kijkt naar jouw speelster, jouw belangrijkste speelster, om het nou zo maar te zeggen. Jij zal natuurlijk zeggen, ze zijn allemaal even belangrijk voor mij. Maar de bekendste, Mandy van den Berg. Wat voor een toernooi heeft zij tot nu toe volgens jou? Ja, hectisch natuurlijk. Je kan je voorstellen, op het moment dat jij het niet verwacht en de eerste wedstrijd na 10 minuten, of de laatste 10 minuten en de tweede wedstrijd de laatste half uur. Je kon gewoon aan haar zien dat ze ook het niet verwachten, zeg maar. Want ja, je weet gewoon als speelster, gepasseerd, dat hoort er ook bij. Als iemand beter is, prima. En je bent een team. Hè? Dat teambelang gaat altijd daarboven. Maar goed, dit kwam natuurlijk onverwachts. Dus dan moet je even schakelen. Ja. Veel belletjes met de zakenwaarnemers dan op zo'n moment? Nou ja, wij hebben wel. Ik ben wel een steun geweest, denk ik, voor haar. Ja. Moest je er echt uit de put trekken op een gegeven moment? Dat je dacht, die heeft wel een klap gehad? Nee, niet uit de put trekken. Nee, je zit gewoon met elkaar daarover te hebben en over te praten. Je kent elkaar gewoon door en door. Zij vertrouwt mij en ik vertrouw haar. Dat is gewoon een band die je dan hebt, dus dan deel je dingen. Dan probeer ik haar daarin zo goed mogelijk te steunen. En ja, zij is gewoon zelf zo professioneel dat ze daarin haar eigen weg heus wel vindt. En ik denk dat je dat ook wel hebt kunnen zien.
Dus ja, ik had al heel veel respect en bewondering voor haar. En dat is alleen maar gestegen. Ja. Maar als je naar die ontwikkeling kijkt, het is natuurlijk super moeilijk voor jou, denk ik, om totaal onafhankelijk naar de situatie te kijken, wie er beter is op die positie. Ja. Maar als je er toch naar kijkt, snap je dan Sarina Wiegman dat ze hiervoor gekozen heeft? Oh, ik snap dat. Ja? Kijk, weet je, je kiest voor lengte achterin. Je kiest voor een blok. Voor de ballen die er overheen vallen. En Mandy is gewoon niet lang. Nee. Maar het was niet omdat ze slecht gespeeld had. Dat heeft ze ook niet volgens mij ooit te horen gekregen. Dat is gewoon een keuze. Maar het lijkt me wel, als je iemand na 53 minuten wisselt, dat je dan niet heel tevreden bent over zo'n persoon, toch? Ik weet het niet. Wat denk jij, Michiel, als je iemand wisselt na 53 minuten? Ja, dan zou ik als eerste gedacht hebben dat er afspraken zijn geschonden, zeg maar. Maar in het specifieke geval weet ik totaal niks vanaf. Dus ik heb het gezien, maar ik weet niet waarom de keuze is gemaakt. Ja. Had jij een enig idee toen, na 53? Ik vond het voornamelijk heel raar het tijdstip. Ja. Want ik snap dat je dan iemand in de rust eruit haalt. Of dan naar de 60ste minuut of iets later, maar 53 minuten. Ja, dat... Het voelde mij een beetje als een statement. Ja, ik weet het niet. Ik vind gewoon het moment misschien qua minuten een beetje gek. Ik zou inderdaad ook hebben gekozen voor een... Later toch? Nou, of in de rust. Ja, als of eerder. Eerder of later, maar... Nee, ik weet niet of dat een statement is geweest. Maar waarom vind je het een statement? Nou, omdat ik zou niet weten waarom je iemand na 8 minuten in een tweede helft wisselt. Ja, ik denk dat je dan de andere speelster, Stephanie in dit geval, nog meer speelminuten wil geven. Dat is natuurlijk haar gedachte geweest. En, ja. Maar ik bedoel meer Ik denk dat zij al van tevoren heeft bedacht, want ik ken ook vele trainers, dat heb je van tevoren al bedacht. Ja. En dan wil je de speler waar je het liefst mee wil spelen, die geef je speelminuten, want die moet wedstrijdritme. Waarom niet dan in de rust? Als dat echt je voornaamste ding is, en we hebben ook Stephanie van der Gracht over gesproken, die was eigenlijk net zoals Mandy van Berg ook zeer verrast dat ze opeens na 8 minuten in de tweede helft erin kwam. Mm. Dus dan denk ik, dan moet er iets meer zijn. Ja, maar er was niks meer. Want als je naar de wedstrijd hebt gekeken, was er niks aan de hand. Nee. Want de organisatie stond en... Nee, maar dat bedoel ik. Tot nu toe, van dit hele EK, we blijven het meest gissen over die wissel. Ja. Wat bedoel je dan met een statement? Om het er nog extra in te peuren? Iets dat ze ergens niet tevreden mee... Wat jij zei... Lijkt mij dat je dan in de rust maak je afspraken. Ja, en die worden geschonden. Die kun je dan binnen 8 minuten schenden. Dat kan. Niet bewust, maar... Als je de tweede helft ziet, dan is er niet dat er iets bovenuit springt. Wij kennen de afspraken natuurlijk niet. Blijft het gissen, maar misschien zei jij... Mandy wist ervan en dat ze nog 10 minuten mocht spelen in de tweede helft... en dat ze dan naar de kant ging. Nou, ik kan het wel zeggen, maar je kan gewoon aan haar hele... Ja. Ze ging ook netjes naar de scheidsrechter toe. En ook die had zoiets van, wat gebeurt hier? Dus, en ook de reacties die ik heb gekregen, die waren ook... het merendeel was gewoon verbaasd en verrast. Ja. Ik denk dat hij dat gewoon is. Ja, want ze begon gisteren op de bank. Uiteindelijk mocht ze invallen, omdat Stephanie van der Gracht geblesseerd uitviel. En wij vroegen aan Van den Berg, wat ging er eigenlijk door je heen toen Stephanie van der Gracht geblesseerd uitviel? Ja, het allereerste wat ik denk is, sta op en hopelijk kan ze door. Want ik heb het vaak gezegd, haar gezondheid gaat boven alles en staat voorop. Ben je klaar om zodra je een seintje krijgt om te gaan lopen? Want ik weet natuurlijk dat ook mijn positie is. Dus dan ben ik ook klaar om te gaan lopen, om erin te komen of wat op dat moment nodig is. Hey, er is veel te doen geweest, hè, om jou en Stephanie. Hoe heb jij die discussie beleefd? Nou, ik heb daar heel weinig van meegekregen, want ik heb mijn social media afgesloten. Of tenminste, ik post af en toe iets op Instagram en dat is het. Dus ik heb wat er over geschreven is, heb ik niet meegekregen. Nee. En natuurlijk wil ik spelen en kwam het voor mij onverwachts en is het teleurstellend als ik op de bank zit. Maar ik heb al die tijd gezegd dat op het moment dat het nodig is dat ik er sta en dat ik er ben. En dat was vanavond dus het geval en ik hoop dat ik daar ook wat aan heb kunnen bijdragen. En verder is het natuurlijk gewoon fantastisch dat we hier 2-0 gewonnen hebben en ben ik daar hartstikke blij mee. Net als de voorgaande wedstrijden waar ik ook hartstikke blij was met het resultaat. Ja, er komen nu vragen binnen. Van den Berg viel gisteren in. De Zweden kregen ook veel kansen over de kant van Van den Berg. Deel je die mening? Nou, ik heb vlak voor rust ook nog een andere kans gezien en van Zweden. Mm-hmm. Dat had zomaar 1-1 kunnen zijn. Dus kijk,
op het moment dat je natuurlijk 1-0 achter staat, ja, dan ga je volle bak pressie spelen. Dus ja, logisch dat er meer kansen komen. Ja, want wat je zelf zei, hè, de Zweden hadden het op een gegeven moment ook door. Die gingen met lange ballen spelen. Ja, ja, dat, ik weet niet hoeveel centimeter het scheelt. Deze is daarvoor ook al. Van de Berg en Van de Gracht. Ja. Maar dat kijk, Steven van de Gracht, ik vind haar gewoon echt een van de beste verdedigers van Europa zelfs. En niet alleen van Nederland. Laten we wel zijn. Dus, maar zoals ik al eerder zei, er zijn in dit team, ik denk dat we hebben hier echt met een kampioensteam te maken. Dat denk ik. Ja, dat denk ik echt. Maar als je kijkt naar de opties, Dekker is een fantastische verdediger in het middenvelder. Kan ook nog een optie zijn. Ja. Kan je ook nog doorschuiven. Mocht er iets op het middenveld gebeuren. En ja, je ziet hoe er mee om wordt gegaan. Ik heb echt het gevoel en het idee en ook wat ik terugkrijg. Dat er is echt een team. Ja, want dat is natuurlijk het opvallende. Dat een Anouk Dekker, als je kijkt naar de ideale opstelling, als je kijkt naar rugnummers, als iedereen fit is, ja, dan was die eigenlijk nooit een optie geweest voor centraal achterin. Michiel. Dat vind ik echt moeilijk om over te zeggen. Maar goed, rugnummers zeggen niet alles. Hè? Dus, Wel iets, toch? Shaki Groene speelt ook met 14. Ik bedoel, dat is een keuze natuurlijk voor haar zelf. Ja, zeker. Maar dat weet ik echt niet. Maar goed, de dingen kunnen zich in het toernooi nou eenmaal zo voordoen. Misschien zijn er dingen die we nog niet weten. Nee, dat is waar. Kijk, want en dat krijgen we later dan allemaal weer, toch? Allemaal in boeken en documenten. Hebben wij ook weer dingen te doen. Ja. Dat is ook zo. Hey, als je kijkt naar die wedstrijd van gisteravond, Nederland-Zweden, je gevoel. Expected goals. Denk je dat het ongeveer gelijk was? Nee, ik heb het toevallig gezien. Ah, nee. Dus dat telt dan niet. Ik kan je ook hè? Nooit verrassen, hè? Nee, niet daarmee. Nou, laten we even kijken. Expected goals. Nou, even voor de kijkers. Kan jij denk ik het beste uitleggen wat de expected goals zijn? Nou ja, je geeft elke kans een waarde uitgedrukt in doelpunten. Dus je kunt natuurlijk niet 1,8 doelpunten scoren. Maar als je die wedstrijd heel vaak zou spelen, dan zou het ongeveer daarop neerkomen. Ja. Kansen ter waarde van zoveel doelpunten. En dan zien we... Dus dan scoort Zweden hoger dan Nederland. Ja. Ja. Maar goed, je zou dat dan even allemaal precies moeten kijken. In individuele wedstrijden kunnen sommige waardes om een of andere manier vertekend zijn. Maar wat je wel kunt zien is dat Zweden, zie je aan de rechterkant. Dit is dus van Sander Eidsma, het 11 tegen 11. In het strafschopgebied heel veel kans heeft gekregen. Dus dat is eigenlijk, daar moet je voor oppassen. Dat is niet echt een trend die je zoekt als Nederland. Nee, want de grootste kans bij Nederland zien we voor mij, dat is de goal van Viviane Miedema. En ja, die andere was een vrij trapper buiten. Dat is een heel klein stipje. Ja, dat was ook... Hoe groter de rondjes, hoe groter de kansen. Ja, precies. Ja. Dan zijn we eigenlijk best wel goed weggekomen gisteren als we dit zo zien. Ja, dat zijn we ook. Volgens mij in de laatste 10 minuten kregen we ook echt een grote kans tegen. En als iedereen was gegaan, dan is het echt een heel andere wedstrijd. Maar daarna zie je ook nog dat Viviane nog een kans krijgt. En dat je zelfs op 3-0 kan komen. Ja. Maar zeker als Zweden iets scherper was geweest, dan hadden we een hele andere uitslag gehad. Wij zijn hier natuurlijk voor de kritische noot, maar ze zijn door. Ze zijn door naar de halve finale. Dus we spraken vandaag met wat Oranje Leeuwinnen. En vroegen, hoe hebben jullie het eigenlijk gevierd? Ja, we moesten wel weer snel door naar de media en zo. Dus dat was wel kort, maar we hebben wel even gefeest. En in de bus ook nog naar het hotel toe. En dan nog even met familie gezeten en vrienden. En dat is wel lekker, maar ja, dan moet je wel weer snel herstellen en zo. Ja, ik had dopingcontrole, dus ik kon niet meteen met het feestje meegaan. Maar ja, het was echt genieten en we hebben het met z'n allen wel even nog gevierd. Hoe gaat dat herstellen? Kan je dan gelijk in slaap komen of ben je een hele slechte slaper na zo'n wedstrijd? Ik ben een hele slechte slaper. Ja, nee, die wedstrijd gaat nog 6 keer in mijn hoofd rond en dan val ik uiteindelijk wel een keer in slaap, maar altijd wel laat. Je hebt verhalen van spelers en speelsters die uren moeten wachten voordat ze door die dopingcontrole heen komen, dat de bus op ze moet wachten. Hoe was dat bij jou? De bus was al weg, dus ze hebben niet gewacht, ze zijn weggegaan en wij zijn uiteindelijk met de auto er nog heen gekomen, dus naar het hotel. Dus met FIFA was dat samen. Welke momenten komen dan terug als je in bed ligt en terug zit te denken aan die wedstrijd? Nou, verschillende momenten. Ik ben heel erg, ik weet altijd al mijn slechte paasjes nog, zeg maar, die dingen. Dus die krijg ik eerst allemaal en daarna denk ik van nee, het was echt leuk en een goede wedstrijd gespeeld. En dan komen de goals nog een keer voorbij en de mensen. Ja, dan besef ik me opeens wat er allemaal werd gezongen en zo. Dat vind ik dan echt heel vet. Dus dan lig je, want jij ligt alleen op de kamer. Dan zit je in je eentje en dan denk je terug aan alle liedjes. Ja, dat ook. Nee, we appen natuurlijk nog wel met een aantal van het team en zo. En de groepsapp gaat heel veel af. En dan komen al die herinneringen weer terug. En dan zeg je, oh, weet je dit nog? Of bijvoorbeeld dat Lieke en Kika met haar doelpunt, dat ze vielen en zo. Zulke dingen. Nou, heel grappig. Danielle is een slechte slaper in ieder geval. Mm-hmm. Ja, hoe was jij dat vroeger? Kon je gelijk slapen na wedstrijd? Nee, ik lag al heel lang wakker ook. Ja. Ja, je gaat echt nog een keer die wedstrijd herbeleven. Ja, en Danielle, vooral dan de negatieve dingen. Ja.
Ja, wel opmerkelijk. Nou, dat snap ik wel. Ja? Is dat wel normaal? Ja. Ja? Ja. Oké, nou, dan had ik dat vroeger niet. Ik dacht alleen harder aan de hoogtepunten. Ja, deed gewoon alles goed. Daarom zit ik nu ook hier, denk ik. Ja, in de 60 reserveklasse deed ik dat ook, hoor. Dus, dat de hoogtepunten, ja, toch? Nee, diepte. Diepte. Ja? Ja, gewoon alles wat slecht. Je beter, ook? Ja, echt. Als ik dan... Ja, als ik okay. een kans had gemist, eerst wat ik 's ochtends wakker werd... Ja, oké. Okay. Echt hoor. Dus ondanks zoveel zelfvertrouwen ben je nog nergens gekomen. Dat, Ja, dat is het. Dankjewel, Michiel. Hey, waar moeten we eigenlijk op hopen? Engeland of Frankrijk? Dat gaat over een kwartiertje los. Het maakt echt niet uit. Nee, echt niet? Nee, echt niet. Nee. Wat denk jij, Michiel? Nou ja, Engeland, ja, daar hadden we het net over. Ja, Frankrijk is eigenlijk natuurlijk een hele goede ploeg. Maar het lijkt het wat minder goed te doen. En nu op basis van 3 wedstrijden zijn mensen heel erg onder de indruk van Engeland. Nou ja, alle twee supergoed, maar... Ik denk dat we beter zijn. Ja? Ja. Wat denk jij, Leon? Ik denk op dit moment dat we zeker beter zijn, ja. Jeetje. Had ik eerder niet gezegd, maar nee. Tijdens dit toernooi, ja, je ziet het gewoon gebeuren. Oké. Okay. Nou, Angelo ook, hè? Dat maakt eigenlijk niet uit tegen wie we moeten. Nee, onze voorhoede is gewoon niet te stoppen. Echt niet. En ons middenveld ook. En achterin staat ook goed. Echt, ja... Wat betreft het hele ook. Team. Ja, nee, achter. En de bank ook. Ja. En de supporters ook. En de supporters. Nee, maar dat is ook zo. Ja? Ja, maar dat is ook zo. Ja, er is iets aan de gang hier in Nederland dat is niet... Dat is ongekend. Dat is bizar. Ja. Ja. Nou, we vroegen het aan de Oranje Leeuwinnen. Ja, wie hebben jullie eigenlijk liever? Engeland eigenlijk niet of Frankrijk? Bepaalde keuze die ik wil. Frankrijk en Engeland zijn allebei toplanden. Dus het worden allebei goede wedstrijden. En ik heb niet per se dat ik een voorkeur heb. Nee. Ja, die vraag krijg ik natuurlijk echt altijd. Maar maakt me echt niet uit. Ze zijn allebei echt super moeilijk. En gaat gewoon weer precies hetzelfde van ons verwacht worden. En dan, ja, wie dat dan tegen ons overstaat. Ja, dat maakt echt niet, maakt gewoon niks uit. Als je kijkt naar die landen. Vergelijk ze eens met Zweden. Hoeveel procent ligt dat erboven het niveau? Nou, ik denk als ik naar Engeland kijk en Frankrijk. Tenminste, ik vind Frankrijk dit toernooi nog niet helemaal in hun... In een dingetje, maar ja, ik denk Engeland is wel hartstikke goed hoor. En ik denk dat die nog wel wat beter zijn dan Zweden. Wat moet er beter? Als je kijkt naar de wedstrijd tegen Zweden, je bent een kritisch persoon. Wat moet er absoluut beter in de halve finale? Wil je de finale bereiken? Nou, als je ziet in de laatste 10 minuten alleen al, dan komt hij er te vaak overheen. En dan krijgt hij nog te vaak een scoringskans. En dat moet er gewoon uit. Dat begint voorin met ons op het middenveld met druk zetten. Maar dat begint ook gewoon met de loopacties van hun aanvallers natuurlijk. En hoe wij dat verdedigen. Kritische noot toch van Danielle op het eind. Wel goed. Ja, eens. Het moet ook beter, ja. Wil je de halve finale winnen. Laten we doorgaan met de quizvraag. Nou, deze voor de mensen aan de overkant, om er lekker in te komen. Bij welke twee Nederlandse clubs speelde Lieke Martens, Michiel de Hoog? Ik ben echt een vrouwenvoetbal-nitwit. Okay. Dus, Angela. Volgens mij Willem II nog destijds. Nee, jongens, kom op. Venlo. VVV, dat is de eerste. Ja. En toen ging ze, denk ik, 300 kilometer naar boven. Is dat 300? Andersom was het. Oh, andersom. Ja. Oh, ze ging van 300 kilometer boven naar beneden. Ze ging van Heerenveen naar Venlo, naar VVV Venlo. Ja. En toen naar Duitsland, toch? Nee, toen naar België. Ja, Standaardluik. Ja. Goed, laten we kijken wie Amber. Kijk eens, Amber. Gefeliciteerd. Jij wint het fantastisch prachtige Leona-shirt. Dan de vraag van vandaag. Het is toch een mooi shirt? Ja, dat is het ook. Okay, nee, ja, lacht ook weer zo lief als je naar Nadine kijkt. De quizvraag van vandaag. Wie van de huidige selectie van Oranje heeft de meeste interlands gespeeld? Heb je een vermoeden? Dat wel, ja. Vermoeden? Een vermoeden, ja. Wil je een hint geven voor de kijkers? Nee. Oh, oké. Okay. Aardig voor de kijkers. Angela, jij misschien wel iets meer medeleven voor onze kijkers... die dit prachtige Leona-shirt kunnen winnen? Een hint? Een hint. Ook mag... Of weet je het antwoord? Ja, natuurlijk. Oké, okay, maar een hint. Welk land speelt ze? Dat was de hint. Dankjewel, Michiel. Hashtag EK Daily. En dan maak je kans op dit fantastische Leona-shirt. Dan gaan we door met Suze van Kleef. Als het goed is, hebben we haar via Skype. Kijk eens, Suze. Hey. Een hele goede avond. Suze, allereerst moet je natuurlijk introduceren als ex-jeugd international. Laten we daar even mee beginnen. Absoluut. Toch? Ja, dat klopt. Ja, Nederlands elftal onder 17, onder 19. Dus ik denk wel 20, 30 interlands uiteindelijk gehaald. Ja, het laatste sprontje, waar ging het mis? Ik heb mijn kruisbanden afgescheurd. Dus dat is een veel voorkomende blessure. En toen stond ik eigenlijk voor de keuze... ga ik naar mijn eindexamen op reis en een normaal studentenleven doen... of ga ik naar mijn eindexamen vooral heel erg revalideren... en dan nog proberen om terug te komen... ik heb voor dat studentenleven gekozen. En daar goed van genoten? Absoluut. Want inmiddels, studentenleven, baan. Ben je correspondent voor de NOS in Engeland?
Ook dat klopt, ja. Wat dus voor mij een hele toffe baan is. Ik heb nog een beetje wat gestudeerd, ja. Ja, nou, hartstikke goed. Ja, het leeft enorm hier in Nederland, het EK. Zowel in de media als daarbuiten. Hoe is dat in Engeland eigenlijk? Nou, in de media sowieso leeft het heel erg. Volgens mij zijn er ook heel veel Britse journalisten afgereisd. En er wordt in de kranten ook wel veel over geschreven. Wordt uitgezonden op Channel 4, een grote zender. Ook hier wel records in de aantallen kijkers. Op straat leeft het wat minder. Er zitten niet pubs stampvol met fans. Maar dat was vorig jaar bij het mannen-EK ook niet zo. Dus de Engelsen hebben toch een beetje een moeizame relatie met het nationale team, geloof ik. En dan vooral met de mannen, omdat die altijd heel veel verwachtingen scheppen en dan vervolgens nooit eigenlijk deliveren. Dus ik heb het idee dat ze hier wat fanatieker worden als je gaat presteren. Dus ik heb goede hoop dat dat nog verandert. Misschien wel vanavond. Ja, want Suze, de verwachtingen zijn er wel ook echt enorm hoog nu bij de Engelse vrouwen, toch? Ja, zeker wel. Die hebben echt het moment, soort van, zij hebben ook het idee, dit is ons momentum. Ze zijn 2 jaar geleden derde geworden en 4 jaar geleden, tegen Nederland toen, de finale gehaald. Dus zij hebben ook het idee van, wij moeten een keer een grote prijs gaan winnen. Dat is ook de ambitie die de FE duidelijk heeft uitgesproken en waar ze ook wel heel veel aan doen en heel veel aan investeren. Dus er wordt gewoon gezegd, wij zijn een van de favorieten. En die coach van Engeland, die spreekt het ook heel duidelijk uit. Die heeft wel best wel een grote mond ook. Dus die zegt gewoon, wij zijn gewoon het beste, fitste team. Ja, die zei, voor mij heeft hij dat vandaag geroepen, toch? Die zei, we hoeven nog ineens ons beste speel te behalen vandaag om de halve finale te halen. Ja, dat soort tekst heeft hij de hele tijd. Dus hij vindt het wel leuk om een soort psychologische oorlogvoering, geloof ik, te doen. Dus hij zegt ook over de Franse coach van, die man is nat achter zijn oren, heeft totaal geen ervaring, waar heeft hij het over? Weet je wel, dus dat soort teksten, dat vindt hij wel fijn om te doen. Wat natuurlijk de Britse pers ook wel weer heerlijk vindt. Dus dat is allemaal smullen. Maar dat is ook een soort van, denk ik, een signaal naar zijn spelers toe van, wij zijn gewoon favoriet en wees gewoon vol vertrouwen, want dat hebben we verdiend en dat moeten we uitstralen. Ja, jij bent fan, hoor ik Michiel ook. Nou ja, de coach die dat soort dingen roept, daar kun je als journalist natuurlijk best wel tevreden mee zijn. Ja, iemand die zegt wat hij denkt. Ja, moet het waarmaken. Ja, nee, natuurlijk, dat is het nadeel. Want anders ben je net zo die journalist die zijn kop eraf hakt, toch? Zo is het ook weer, ja. Maar Suze, is dat ook zo voor deze Engelse ploeg? Het enige dat telt is het winnen van het EK en anders is het een teleurstellend toernooi? Nou, kijk, ik denk dat zij, net zoals de Nederlandse vrouwen zeggen, nooit van oké, we gaan kampioen worden, maar wel van, er is een droom. En zeker nu, als je ziet dat die Duitsers eruit gerold zijn, dan is het voor Engeland natuurlijk ook gewoon een opsteker. Dus ja, ik denk dat ze nu wel het idee hebben, eigenlijk alles minder dan goud is gewoon een teleurstelling. En ik denk dat je dat ook moet hebben als topsporter, als je bij de laatste, zij dus 8 zitten, of Nederland bij de laatste 4 zit, dan moet je gewoon zeggen, in ieder geval tegen jezelf, dat goud de enige optie is. Ja, en als oud topsporter, wat zeg je van vanavond? Wat gaat dat worden? Ik denk dat de Engelsen gaan winnen. Als je ziet dat die Fransen echt eigenlijk nog geen één fatsoenlijke wedstrijd, nog geen één fatsoenlijke helft hebben gespeeld. Terwijl Engelsen toch wel een aantal, vond ik, zeker de eerste wedstrijd, maar ook andere wedstrijden wel echt overtuigende performances hebben gegeven. Dan denk ik dat de Engelsen zeker de betere hand hebben. Je kan natuurlijk nog zijn dat Fransen ineens, weet je, al die individuele kwaliteit er ineens uitkomt. Maar ik vond Engeland gewoon heel goed steady staan. Geven weinig weg. En hebben ze ook nog die Jodie Taylor, die 4 van de 5 kansen die ze heeft erin schiet. Ja. Nou, die is vrij efficiënt. Ja, ga jij dan een beetje tegen de trend in vanavond, Suze, en het wel gewoon lekker in de Engelse pub kijken of kijk je lekker thuis? Nou, ik was dat wel van plan, maar ik werd net gebeld door het Oog op Morgen dat ik vanavond op de radio moet over 150 jihadisten wiens paspoort is afgepakt. En dat moet je graag dus nuchter doen. Ja, dat is wel een beetje het idee. Ja, nee, maar Michiel, als je een Engelse pub ingaat en een wedstrijd gaat kijken, meestal doe je dat niet heel nuchter. Toch, Suze? Ik word nu heel gek aangekeken namelijk hier. Nee, ja, kijk, ik bedoel, de standaardmaat van een biertje is gewoon een pint, wat 2 vaasjes is. Dus dan is nuchter zijn, denk ik, geen optie. Nou goed, Suze, in ieder geval enorm bedankt voor deze bijdrage uit Engeland. En mochten de Engels doorgaan, dan gaan we het zeker weer doen. Is goed. Cool. Fijne avond.
Ja, je vindt dat raar? Je hebt toch ook wel eens in een Engelse pub een wedstrijd gekeken? Ja, nee, niks raars aan. Nee, sneu voor de, toch? dat ze dan voor 5 minuten radio en dan zeggen van ja, dat is heel goed dat ze zijn opgepakt en bla bla bla. En dan, nou, goed. Angela, wat vind je van die coach, van die Engelsen? Ja, wat een uitspraak, hè? Dat wist ik dus niet. Ja, maar, ik las vanochtend, voor mij was het The Guardian, las ik het. En daar had hij gewoon geroepen, joh, wij hoeven geen eens ons beste spel te spelen om de halve finale te halen. Ja, ja maar ik heb zoiets... Ja, jij vindt dat mooi. Ja, ik weet het natuurlijk niet. Ik zou me erover generen in principe. Maar het is meer dat als iemand echt zegt wat hij denkt of dit soort dingen zegt, dat is natuurlijk wel bijzonder. Er gebeurt wat. Niet van die standaard teksten van nou, we gaan ons uiterste best doen en we zijn hartstikke scherp en bla bla bla. En, nee. Ja. We hebben natuurlijk ook Vera Pauw die wel wat durft te roepen over Oranje. Zeker. Dus, ja. Alleen iets andere versie. Ja, maar ja. Maar de bondscoach is toch iets anders. Ja, ja daarom. Ik vind wel, het kan wel iets doen met je team natuurlijk. Ja, maar hoe zijn jullie eigenlijk? Zijn jullie in van grootspraak of niet? Of moeten we eerst gewoon even gaan kijken naar het Toto voorspelspel en dan even kijken wat jullie er zelf over zeggen? Want Angela en Michiel deden vandaag mee met het Toto voorspelspel. Nou, ik denk dat vanavond heel spannend gaat worden weer natuurlijk. En Engeland gaat winnen met 1-0 van Frankrijk. Dus wij treffen Engeland. Ik heb er toch nog even over nagedacht terwijl ik aan het schieten was. En het wordt echt een gelijk spelletje. En ik denk 1-1. En dan wint Engeland alsnog met de strafschoppen. Nou, het is vanavond Engeland-Frankrijk op het EK. Ik denk dat Engeland gaat winnen met 1-0. En ik ga hem dus door die 1 proberen te schieten. Ah joh. Oké, ik heb het verprutst, maar Engeland gaat het nog steeds rennen, denk ik. Met 1-0, misschien wel 2-0. Hulde voor jou, Angela, dat je gelijk even je voorspelling hebt aangepast. Ja, goed, hè? Ja, heel goed. Maar je was wel dichtbij. Net? Ja. Ja, die tweede. Ja, de tweede, ja. Nou. Prachtige trap. Dank. Uiteindelijk is Oostenrijk trouwens door. Die verslaan Spanje naar penalties. Ja. En je deed jou aan iets denken, hè? Ja, ik dacht gelijk Nederland 2009. Ook debutant, ook door naar de halve finale. En dan hopen dat ze stranden, hè? Ja? Nee, ik denk wel dat Denemarken van ze gaat winnen, ja. Het is wel heel knap, Angela. Super. Als je met zo'n land als Oostenrijk in één keer doorstoot naar de halve finale. Ja, dat is ongekend natuurlijk. Ik ben er nog een beetje stil van. Ja, nee, wie had dat verwacht? Oostenrijk door. Ik bedoel, debutant. En dan met penalties kan natuurlijk alles gebeuren. Ja, nee, absoluut. Het is grappig dat iedereen... Duitsland was een beetje de favoriet van haar. Die gaan altijd door. En Spanje was een beetje voor iedereen de verrassing van het toernooi. Ja. Nou, allebei liggen ze eruit. Ja. En we hadden gisteren Roelie te gast. FC Roelie. En die had een nieuwe theorie. Het land waar het koudst is, gaat door. Hij heeft gelijk gekregen. Nee, ja, Denemarken... En nu Oostenrijk. Goeie theorie. Ja, ja nou, Engeland-Frankrijk, dat zou betekenen dat Engeland nu doorgaat. Als ik het even... Dan wordt toch wel lastig, Nederland of Engeland, hè? Hopen dat we dan... Dat het heel koud dat het nog slechter hier. Zomer wordt. Ja. Nederland is kouder. Heel goed. Leonne, dank. Tot snel. Angela, superleuk. Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Wanneer is de transfer deadline? Voor vrouwen? 31ste augustus. Okay. Want er komt een vraag. Mensen kunnen zich voorstellen dat bijvoorbeeld Desiree staat bij jou. Jij begeleidt Desiree van Lunteren. Dat daar interesse in komt. Kan ze dan nog naar het buitenland? Dat is al. Dat was ze al gaat zo. Al. Nee, we hebben een primeur. Nee. Hey, kijk uit, hè. Nee. Ze gaat lekker bij Ajax spelen. Okay. Verder niks concreets. Maar werkt dat ook zo in het vrouwenvoetbal? Dat opeens dan nu, hè, dat ze stel de finale Europees kampioen... dat de spelers worden geplukt op het laatste natuurlijk. Moment? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zeker als iemand groeit in het toernooi en gaat uitblinken. Nou, dan kan dat maar zomaar gebeuren. Ja hoor. Okay. Nou, we gaan het meemaken. Ja, Michiel, dankjewel voor je komst. Fantastisch verhaal over Jacques Groen aan het begin van het toernooi. Mm-hmm. Komen er nog meer verhalen over het vrouwenvoetbal? Ik ga nog een vervolg doen met Groenen. Inderdaad. Met de hele familie Groenen, of niet? Ik heb de vader toevallig gisteren weer gesproken. Maar ik hou het nu even op Jacques. Tenminste, als ik nog tijd met haar kan krijgen. Want er zijn meer mensen geïnteresseerd. Ja, als ze het eerste verhaal heeft gelezen, gaat ze daar wel tijd voor maken. Nou, we hebben wat contact. Dus hopelijk. Dank in ieder geval. Jullie
jullie hartelijk dank voor het kijken. Zometeen natuurlijk een kraker van je welste. En morgen om 8 uur zijn wij er weer met een nieuwe EK Daily.